De gemeente heeft vooraf de monumentencommissie niet om advies gevraagd toen ze de monumentenstatus van het voormalige badhuis aan de Oldenzaalse straat introkken. Daardoor is het besluit van de gemeente niet rechtsgeldig, aldus de voorzieningenrechter. Monumentenorganisaties het Heemschut en het Kuipergenootschap stapten naar de rechter om de sloop van het pand te voorkomen. Ik heb een besluit van BMW gelezen en daarin stond dat zij de monumentenstatus hebben opgeheven. Wij waren niet om een advies gevraagd in de formele zin van het woord. Dus we hadden ook geen advies daarover afgegeven. En het besluit, BMW heeft toch gemeentebesluiten moeten nemen. Wij hebben in januari wel een advies geschreven. En daarin hebben wij gezegd van het is verstandig om het niet te slopen. Dus dat advies lag er wel. En nou blijkt het dus een rol te spelen in de formele procedure die de Bond Heemschut heeft aangespannen samen met het Kuipergenootschap. Als je een adviescommissie hebt, dan vraag je die om advies en dan neem je dat advies serieus. En dan gebruik je dat advies niet om het vervolgens weer even weg te gooien. Ik heb in november als commissie een tweede advies geschreven en daarin hebben wij gereageerd op het intrekkingsbesluit. En hebben wij gezegd dat we dat betreuren. Ook omdat we al eerder een advies hadden geschreven om het niet te doen. En we hebben uiteindelijk geadviseerd in dat tweede advies om dat besluit weer in te trekken. Dinsdagmorgen rond 11:30 werd Hengelo opgeschrikt door een bericht van de politie dat er in een bos in de nabijheid van de nieuwe grensweg mogelijk stoffelijke resten van een mens waren gevonden. Deze melding haalde in korte tijd ook de landelijke pers. De politie zette het terrein af en er werd veel mankracht en materieel voor onderzoek ingezet, waaronder een helikopter. Nou, de melding was om 11:30 en zoals je ziet zijn wij echt minuscuul bezig alle sporen veilig te stellen. Dat is een groot gebied, het vergt veel werk en het moet nauwkeurig gebeuren en het kost heel veel tijd. Dus daar hebben wij op dit moment nog niet die informatie. Omstreeks 11:30 trof een wandelaar een stoffelijk overschot aan in dit bosperceel. Heeft direct de politie ingeschakeld en we zijn direct gestart met een groot onderzoek. En zoals u ziet hier is de forensische recherche gestart met het onderzoek. Kunt u ook al zeggen of er sprake is van een misdrijf? Dat is allemaal onderzoek nog. Pas 's avonds om 19:30 bleek het niet om een mens, maar om de resten van een hond te gaan. Radio Hengelo TV vroeg de politiewoordvoerster waarom er zo groot is uitgepakt, terwijl niet zeker was dat het hier om een lijk van een mens ging. Zolang wij niet weten of het om menselijke resten gaat of dierlijke resten, gaan we altijd vanuit dat het menselijke zijn. Omdat als het menselijk zijn, dan moet een heel groot opsporingsonderzoek gestart worden. Dus dat doen we dan ook standaard. En daar hoort gewoon een helikopter ook bij, omdat je dan van bovenaf van het hele gebied gewoon heel goed de plaats, eventuele plaatsen delict in kaart kunt brengen. Kijk, als je achteraf alles terugredeneert dan, en nu weet je dat het een hond is, dan was waarschijnlijk de helikopter niet nodig geweest. De gemeente wil €200.000 subsidie bezuinigen op de exploitatiekosten van het FBK-stadion. De totale begroting is momenteel €500.000. Wethouder Lievers onderzoekt drie varianten. Totale verkoop aan FC Twente, een gecombineerd gebruik door de atletieksport en FC Twente en behoud van het atletiekstadion in de huidige vorm. Destijds is het stadion aangelegd voor de internationale Europese jeugdkampioenschappen. Die eisen waren heel streng. Daar is het stadion ook op gebouwd, op die eisen. En ik denk dat die nog steeds voldoen. Van de gemeentelijke accountant moet je een bedrag opnemen in je exploitatie. Zodat als je over x aantal jaren het stadion moet vervangen, er geld op de begroting staat waar het mee kan. Dus dat geld zal wellicht ook in die 5 ton zitten. Dat neem ik dan maar aan. Hoe groot het bedrag is, nogmaals, dat kan ik niet zien. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat het 2 ton is. Maar dat is eigenlijk geen geld wat je echt uitgeeft. Het staat wel op de begroting, maar je geeft het niet echt uit. Ja, je moet dus heel goed kijken naar die 5 ton waar het eventueel weg te halen valt. En nogmaals, ik heb daar geen inzage in, dus ik kan dat niet beoordelen. Maar ik neem toch aan dat ze bij de gemeente niet gezegd hebben 2 ton. Maar dat ze gekeken hebben. Is dat ergens weg te halen? Hij heeft destijds als wethouder sport zelf ook al onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen atletiekvereniging NPM en FC Twente. Dat bleek toen te duur.
Het is volgens Nijl zonde wanneer het stadion verkocht wordt aan FC Twente alleen maar om de dames en de belofte hun wedstrijden te laten spelen. Afgelopen week werd de eigenaar van Popeye in Hengelo door de luisteraars van het populaire 3FM radioprogramma 3 voor 12 gekozen tot platenicoon van Nederland. Voor Johan Dollekamp kwam dit nieuws als een complete verrassing. Nou, de winkel is begonnen in 1973 op 20 oktober. En ik heb de winkel in 81 overgenomen. Ik ben dan in 75 gaan werken. En toen is de eigenaar ermee gestopt in 81. Toen heb ik de winkel overgenomen. Dus de winkel bestaat dit jaar 40 jaar. Ik zei al op de radio dat het eigenlijk een beetje bizar is. Maar ik ben wel vereerd. Dat is eigenlijk het gevoel. Ik vind het wel heel tof dat mensen zoveel gereageerd hebben. Door de klanten die gereageerd hebben op Facebook en Twitter is er een hele lawine van berichten gekomen. En daardoor hebben we eigenlijk gewonnen. Ik vind winnen niet, ik zie dat niet, want die andere 9 collega's, en er zijn er nog veel meer. Of die nou echt onderdoen voor mij, heb ik mijn twijfels over. Maar ik ben wel vereerd. Die staat wel op 1. Maar het is echt uniek. Ik vind het, ik zeg ook tegen mensen van, je krijgt eigenlijk nu terug waar je al jaren investeert in klanten. Al die positieve reacties. En dat is, ik vind het uniek dat het is gebeurd. Er staat voor de klanten altijd een vers bakje koffie en iets lekkers op de toonbank klaar. Het Q-park achter het NS-station is weer open voor parkeerders. Metropooldirecteur Koen Buys moest lang wachten op de parkeerplaats. Het is van belang voor het poppodium dat er voldoende parkeergelegenheid is. Het heeft vrij lang geduurd voor de parkeerplaats eindelijk open was. We zijn opgegaan in november 2009. En eigenlijk hoop je dan dat je meteen parkeerruimte rondom je pand hebt. En er is natuurlijk voldoende parkeergelegenheid in de parkeergarages in de omgeving, maar die liggen allemaal toch wel wat verwijderd. Een groot gedeelte van onze klanten komt per auto. Dus is het heel belangrijk voor onze klanten dat er een parkeerterrein in de directe nabijheid is. Goed bereikbaar. Daarin spelen allerlei factoren een rol. Het is al lang niet meer zo dat wij als poppodium het merendeel van ons publiek op de fiets komt of lopend. We hebben voor ons publiek een regeling getroffen met Q-Park. Ik moet ook zeggen dat die in alle opzichten het beste hebben gedaan om alles uit de kast hebben getrokken om het allemaal voor elkaar te krijgen. Het is zo dat onze klanten, dus bij die een concertkaartje hebben, bij ons een uitrijticket kunnen krijgen voor de Q-Parks in Hengelo. En dat betekent ook voor het industrieplein van 3 euro. Dus ze kunnen bij ons goedkoper parkeren. De parkeerplaats biedt ruimte aan 90 auto's en is 24 uur per dag geopend. Parkeerders betalen €1,60 per uur. Het lijkt dan toch nog echt lente te zijn geworden. Met temperaturen die deze week eindelijk rond de 20 graden zijn uitgekomen, kunnen we weer in het voorjaar gaan geloven. We hadden wel de verwachting dat het eerder de terrassen vol zou stromen, hè, als het mooi weer zou worden. Maar ik moet eerlijk zeggen, wij zijn net een jaar geopend. In april precies een jaar om precies te zijn. En we hebben tot nog toe gelukkig niet te klagen gehad. Niet alleen de terrassen zitten vol, maar mensen worden ook weer vrolijk. Dit is helemaal top. De zonnige dagen zorgen ervoor dat de terrassen in de binnenstad van Hengelo weer druk bezocht worden. Ja, heerlijk, dat lentegevoel. Het is nou eindelijk mooi weer. En, geniet op het terrasje. Ja, het is te lang winter geweest. Te lang gesneeuwd en zo. Nu nog hopen op een warme zuidenwind die de aangename temperatuur op peil houdt.